Van Gerben zal toch wel, ja, een beetje zijn vuistje gelachen hebben, denk ik. Maar wel. Het is ook wel een klein beetje het verhaal van Rob Cross sinds die WK-titel, vind ik. Op de echt belangrijke momenten. Ja, maar... Als er wat voor hem verwacht wordt, dan doet hij het niet. Iets later dan te doen gebruikelijk, maar daar zijn we weer met RTL Darts Bullseye. Aflevering 16 alweer. Wat? Ja, 16 alweer. Wat gaat de tijd toch snel. En dat betekent ook dat de clubmiddag er bijna op zit. Absoluut, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan ook even naar Polen, we gaan naar Den Haag, we gaan naar Zwolle. Waar gaan we eigenlijk niet naartoe? We gaan ook natuurlijk naar Londen. Ja, we gaan gewoon allemaal leuke dingen behandelen. Kijkersvraag hebben we. En de Wall of Fame. Ik moet zeggen, ik vind het superleuk. Heel veel mensen die ons filmpje kijken, die zijn zo positief over de Wall of Fame onder ons filmpje in hun comments. Dank daarvoor, want het is met liefde gemaakt. Nee, het is echt leuk om te doen. En we gaan daar nog meer maken. Dus Polen. Dat komt goed. Polen, daar wil ik mee beginnen. Want dat is een klusje voor Toon Grebe. Polen. Ja, Toon Grebe wint in Polen. Finale van een... Pool, dat kan je dan weer verwachten. Sebastian Steyer. Is dat een Noordpool of een Zuidpool? Alweer? Deze heb je al een paar keer gemaakt. Ja. Zelfs onze barman lacht nu niet meer. Ja, die kent deze al. Steyer is wel een naam om te onthouden. Ja. Niet voor dit jaar, maar voor volgend jaar. Is er een van de beste Poolse spelers op dit moment. Heeft nog geen tourkaart, maar is wel bezig om naar de PDC toe te komen. Dus even onthouden. Maar het gaat om Toon Grebe. Ik vond het verhaal zo mooi. Is fantastisch. Ik krijg er nog kippenvel van. Misschien weet je het nog wel, een tijd geleden, een jaar of twee geleden, Toon, last van zijn voet. Dat hing volgens mij samen met een bepaald type diabetes. Ja, klopt. Krijgt hij een ontsteking aan. Hij is net als ik, liever niet naar de dokter gaan. Dat gaat wel weer over, want mijn hele leven gaat alles alweer over. Tot er een keer iets gebeurt dat niet overgaat. Nee. En dat was in dit geval, in Toons geval, en die heeft het zo uitgesteld, zo lang met pijn gelopen en met die... Dat die voet dus moest worden geamputeerd. Moet je nagaan. Een darter, die is een. Nou, sowieso is het al kloten natuurlijk voor iedereen. Maar ook nog eens voor een darter. En toen begon het. Toon die ging knokken. Toon die zei: dood of de gladiolen. Excusez-le-mo, maar zo was het wel. Ik kom terug. Ik ga dit doen. Hij heeft heel veel steun gehad en gekregen van iedereen. En wij hebben hem gevolgd. Ja. En kijk wat er gebeurt. Hij wint. Ja, hij is wel knap, hoor. Echt... Nee, maar ik las het bijna live. Ik zat een beetje mee te kijken. Het was tijdens onze songfestivalavond. En ik heb niet zo heel veel met het songfestival. Dus ik zat andere dingen te doen. En die avond gebeurde het. Ik vond het daar. Dus ik stuurde even een tweetje ook. Vind ik toch leuk. Supermooi. Echt. Supermooi. Supermooi. En ik hoop dat het begin van veel meer. Ja. Ja, dat de toon is gezet. Mooi. Den Haag. Ja, daar gaan we ook weer verder. Ja. Het is een klein stapje misschien. De Hague Disability Darts Invitational. Vorig jaar voor het eerst gehouden. Hebben we er ook aandacht aan besteed. Tuurlijk. Hans Willink is daar de drijvende kracht achter. Zonder Hans Willink. Nee, gaat dit niet gebeuren. Dit jaar wordt het gehouden in de Loerdeskerk. Dat is een Scheveningen, bekende kerk. Ja, is leuk. Prachtig decor. Is die kerk nog in bedrijf? Want daar zijn... Volgens mij is dat nog wel gewoon dat ze daar toestemming voor hebben gekregen. Maar ze houden er ook wel andere feestjes. Dus ik weet niet precies hoe dat... Het is natuurlijk symbolisch ook, hè? Loerdes. Mensen die iets hebben. Ja, ik vind het mooi. Dat had ik niet eens aan gedacht. Als dit echt zo bedacht is, Hans Willink, dan ben je echt fucking briljant. Ja, dat weet ik niet inderdaad. Ze hebben het iets uitgebreid dit jaar. Het wordt gesplitst in twee onderdelen. Zittend voor de paradox in een rolstoel en staand. Voor de mensen met een andere handicap. Laat het maar gewoon zo precies. Nee, precies, dat is ook geen enkel probleem. Het is een beetje al heel snel eigenlijk uitgegroeid. Een soort van WK inderdaad. Ja. Dus het gaat volgend jaar ook zeker weer door. En volgend jaar gaat het gebeuren in de week dat ook de Invictus Games in Den Haag zijn. Het is geen onderdeel van de Invictus Games. Nee, maar het is wel een hele mooie gelegenheid om precies. Het samen te laten. En misschien dat er nog wat mensen van die Invictus Games natuurlijk ook... Toch even komen kijken. Precies, en vice versa natuurlijk. Die Engelse prins, hè, die achter de Invictus Games zit. Misschien. En die houdt van darten. Die houdt van darten. Die is ook wel eens een Ellie Pelly gespot. En die is ook blij dat hij even van huis is, met die kleine thuis. Daar weet jij dan weer alles van. Het is overigens aankomende zaterdag. Ja. Volgens mij zijn er nog 3 kaarten te krijgen. Dus als je er nog heen wil, moet je even contact opnemen met, ik zou zeggen, met de kerk. Lijkt me het handigste. Het is in hetzelfde weekend als Zwolle, de Eurotour. Ja. Dat is ook de reden dat ik er helaas in Den Haag niet bij kan zijn. Wat zonde. Maar ik heb mijn vrouw gestuurd als afgezant. Die gaat daarheen. Wat gaaf. Ja, dus, en Frank is daar. Onze Frank. Okay. Frank Visgaal. Oké, okay. Leuk dat het nog gelukt is. Hè, want er zijn meer mensen gevraagd om daar even te komen. En ik kom ook niet, sorry. Nee. Over Zwolle gesproken.
Barney is daar. Barney zit ook in het nieuws dadelijk, een klein stukje. Barney heeft zich geplaatst voor Zwolle. Overigens ook Danny Noppert en Vincent van der Voort, laat dat ook gezegd zijn. Maar voor Barneveld, hij was er zelf ook super enthousiast over. Hij tweette er meteen over. Dus dat is wel gaaf. Hij kan zich de tijd niet heugen dat hij er nog is geweest. Nou, dat is helemaal in het begin van zijn carrière. Precies, nou, ik heb toevallig nog een klein interviewtje met hem gezien in een Zwolse krant. De Stentor. Ik hij weet niet veel van Zwolle. Nee. Dat is leuk. Ja. Dan kan je online nog wel even kijken op destentor.nl. Kort interviewtje met Raymond van Barneveld. En daarna een quizje over wat weet je van Zwolle. En hij weet er niks van. En uiteindelijk vindt hij de quiz ook daarom maar onzin. Ja, mooi. Maar hij is er wel, dus vanaf vrijdag speelt hij mee in Zwolle. Dus als je daar nog bij wil zijn en je wil hem zien. Zeven van de laatste keren dat we van Barneveld in Nederland gaan zien. En hij gaat donderdag ook in de studio zijn bij onze Premier League uitzending. Die is gewoon op RTL 7, gelukkig weer. En hij is een gast aan tafel, Raymond van Barneveld. En dan daarna gelijk gaat hij naar Zwolle om daar de nacht door te brengen en fris van de lever te beginnen. Dan zijn we bij de Premier League gekomen. Er zitten weer vol bruggetjes hier in de Vlauw in Delft. Overal zijn bruggetjes. Ja, dat is wel mooi. Dan gaan we ook nog eens een keer buiten doen, een keertje. Gaan we even wat laten zien van waar we nou zijn precies. En een keer hier in de Vlauw opnemen als er ook gedart wordt. Ja, met het publiek met lekker veel doen. Herrie op de achtergrond, dat de mensen ons niet verstaan. Misschien is dat maar beter. toch Van Gerle als eerste weer, voor de zevende keer. Ja, zal die Rob Cross ziek zijn, hè? Hij had het in eigen hand, maar hij was die hele wedstrijd gewoon niet aanwezig. Nee. Het is, Wade won het eigenlijk vrij gemakkelijk. Ja. Van Gerle zal toch wel, ja, een beetje vuistje gelachen hebben, denk ik. Maar wel. Het is ook wel een klein beetje het verhaal van Rob Cross sinds die WK-titel, vind ik. Op de echt belangrijke momenten. Ja, maar als er wat voor hem verwacht wordt, dan doet hij het niet. Oké, okay, want er zit wel weer een positieve ontwikkeling in. Ik bedoel, die vormdip die hij had, die heeft hij niet meer. Nee, dat klopt. Maar jij zegt, het beperkt zich nu nog tot de echte belangrijke momenten. Hij hikt tegen een paar dingen aan. Hij hikt natuurlijk tegen Van Gerwen aan. Dus iedere keer als hij tegen hem speelt, is het echt Pieter Pruim. Dan vervolgens Eurotoernooi. Hij heeft nog nooit een Eurotoernooi gewonnen. Nou goed, hij speelt nog niet zo lang, dus het kan een keertje gebeuren. Maar ik vind dat het zo langzamerhand wel tijd wordt. Vaak speelt hij echt goed, de meeste wedstrijden, maar er is altijd één wedstrijd. Schrijf maar af. En dat was nu ook tegen James Wade. Dat was gewoon een hele slechte wedstrijd. Kijkers, gefeliciteerd. Namens Sjaak en mijzelf. Absoluut. Want we spelen natuurlijk een polletje. Dat gaan we nu ook weer doen. Elke aflevering van Bonsai. En daar gaat het vaak over het gat dat gaapt tussen Sjaak en mij. Mijn voordeel, dat is gewoon mazzel. Dat gat wordt overigens nu behoorlijk gedicht. Maar jullie doen het fucking goed. Echt waar. 31 goed tegen 26 hier. Nou, het is echt ongelooflijk. Heel erg knap. En dit is de laatste kans om mee te doen nog aan het poortje voor de Premier League. Drie wedstrijden nog eraan. Twee halve finales en een finale. Dus dat wordt nog een aardige voorspelling. Ja, het is omdat Van Gerwen speelt tegen Gurney. Ja. En Cross tegen Wade in de halve finale. En de winnaars daarvan tegen elkaar natuurlijk. De 1 tegen 4 is traditie in de Premier League. En 2 tegen 3. Waarom is het zo fijn om 1 te worden? Ja, in principe wel. Al moet ik zeggen, dit jaar zit het wel heel dicht bij elkaar. Ook qua niveau. Van Gerwen heeft tegen de nummer 2 beide wedstrijden gewonnen. Maar tegen de nummers 3 en 4 allebei geen wedstrijd gewonnen. Dat is opvallend. Dat gebeurt hem eigenlijk nooit. Nee. Nou ja, Gurney krijgt hij nu. Ja. Laatste drie keer op rij van verloren. Nou, maar we weten ook één ding. Dat Michael van Gerwen, als het er nog niet echt om gaat, misschien wat mindere focus heeft. En dat is ook allemaal niet gek. Ik bedoel, hè, dat is gewoon normaal. Maar als het erom gaat, dan staat onze landgenoot er gewoon. En dus gaat Michael van Gerwen Gurney slopen in die halve finale. Gaat hij weer moeilijk lopen doen? Ja, gaan we niet slopen, denk ik. Vul het nou maar in. Je kan alleen nog maar één of twee, je kan niet meer iets anders. Nee. Dus we hebben geen gelijke speler meer. Ja, ik denk ook dat Van Gerwen gaat winnen. Daar gaat het niet om, maar ik denk niet dat het zo makkelijk gaat als dat sommige mensen wel denken. Gaat echt heel makkelijk. Gewoon, ja. Echt. Hij heeft nog nooit de halve finale van de Premier League verloren ook, hè, Van Gerwen. Dus dat moment komt wel dichterbij. Jeetje. Wat ben jij? Dit zijn toch... Ja, hey, ik denk er nu voor alle kanten in eigenlijk. Oh, man, zitten er iedereen, alle mensen te puzzelen van wat moeten we nou? Nee, Van Gerwen gaat er normaal gesproken winnen. Maar ja, afgelopen weekend was hij ook niet super sterk. Wat is er met jouw printer aan de printer was een beetje vastgelopen, dus je hebt hem in twee delen gekregen van mij. Maar zo kan ik natuurlijk niet werken. Ik ben blij dat jij het draaiboek hebt meegenomen, maar wat... Nou ja, doe maar wat. Ja, okay. Kijk eens, ik heb hem wel goed. Wade tegen Cross. Cross wint meestal van Wade. Behalve de laatste keer. Dat was namelijk afgelopen donderdag. Het is wel lastig, hè. Als je al die dingen die jij altijd voorbereidt nu op een rijtje zet.
kan het gewoon allebei alle kanten. Nee, maar hoe voel jij je nou als je Rob Cross heet? Je gaat tegen Wade spelen, die heeft je net 25 ruggen gekost. Ja. Is gewoon geld. Ja, voor, ja, laat maar wel weten. Ja, dan moet ik spelen zeker geld. We moeten zeker 2 dagen voor. Nou, dat was maar waar. Ja. Even ja, dacht ja, ik echt. Nee. Maar he, dat speelt natuurlijk ook een klein beetje mee, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, aan de andere kant, Wade heeft hem de laatste keer verslagen. Is ook wel weer een psychologisch voordeel misschien. Ik ga jou gebruiken om mijn voorspelling te doen. Oh. Ja. Zei jij niet net bij de terugblik op de afgelopen ronde in de Premier League dat Rob Cross, als het erop aankomt, nog wel eens een steekje laat vallen? Dat klopt. Nu komt het erop aan, dus ik zeg Wade. Ik vul Wade in de pool. Nee, ik ga toch voor Cross. Ik denk dat hij zich herstelt. Oké. Okay. Dit is namelijk nog niet de belangrijke wedstrijd. Die komt hierna. Ja. Want dan speelt hij in de finale. Tegen Wade. Tegen Michael van Gerwen. En die? Ja, dan gaat hij wel dus kapot. Boah, dan wel, ja. Ja, dan wel. Het is een beetje, nee, ik vrees dat dat een beetje het verhaal gaat worden. Ja? Ja. Ik denk wel overigens dat als van Gerwen tegen Wade speelt in de finale, dat hij dat nog best wel eens lastig kan krijgen. Ja. Wade heeft 2 keer uitstekend gespeeld tegen Van Gerwen. En die, we hebben het al eens vaker gehad over Luke Humphries, maar bijvoorbeeld Wade, die heeft ook zo de nodige problemen psychisch achter de rug. Of onder controle, hè, dat hij iets ertegen slikt. Dat is volkomen normaal ook. Maar die is wel heel, heel, heel erg de machine. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Maar goed, niets raakt hem meer. Nee, maar wel die uitfluiten, geen enkel probleem. Nee, hij heeft wel dat agressieve nodig. Hij moet dan niet als een... Hij, soms is hij ook wel eens te kalm. Te vlak. Ja, te vlak. Hij moet wel een beetje pit hebben. Maar tegen Michael van Gerwen... Ik hoor Sil alweer bijna in mijn oren. Dan is het tijd voor onze legendarische rubriek... The Wall of Fame. Dartsliefhebbers vergeten het nooit meer. 5 april 2018. Premier League Liverpool... Het was gespeeld en ineens kwam daar het bericht. Eric Bristow, overleden. Eric Bristow, de crafty cockney. Geboren in 1957. Member van de grote 3 van het Britse darten. Die moet in de Wall of Fame. Uiteraard hoort hij in de Wall of Fame thuis. Hè? John Lowe, Jockey Wilson, hebben we het al een keer over gehad. Dit is Eric Bristow. Eric Bristow was de beste speler van de jaren 80. Won 5 WK's. Stond 10 keer in de finale, vergeten mensen ook nog wel eens. Hij won alles in die tijd. Had flair, was een Londenaar, had echt flair. Was ook een tikje arrogant. Ja. Ik weet nog dat hij wel eens naar het dartbord gooide, die een dubbel liep hij naar het dartbord, kookte hij in die camera en zei hij, I love myself. Dat zei hij, dat was Bristow. Wat een held, zo wil ik ook zijn. Helaas ben ik niet zo. Maar ook prachtige cijfers, uiteraard, om het te overleggen. 91 televisietoernooien gespeeld, waarvan 28 gewonnen, 294 wedstrijden op televisie gespeeld. Toen eigenlijk alleen nog maar de BBC uitzond, mag je zeggen. Hè? Majors, 16 WK-titels, 5. Dan ben je een hele, hele grote. Het gekke is dat hij medio de jaren 80 ineens last kreeg van darteritis, zo'n grote. Hij was de eerste echt grote speler die daar last van kreeg. Hij is er ook nooit meer van afgekomen. Het heeft ook wel een beetje zijn carrière gekenmerkt. Want hij had misschien wel 30 jaar lang aan de absolute top kunnen staan. Een carrière als Phil Taylor kunnen 60. Hebben. Maar dat is het niet geworden. Hij is wel de ontdekker van Phil Taylor. Okay. Vergeten mensen ook nog wel eens. In 88 komt hij Phil Taylor tegen in zijn eigen kroeg in Stoke-on-Trent. Hij ziet het talent en zegt tegen Taylor, ik sponsor jou, £10.000. Reis de wereld rond. En 2 jaar later verslaat Taylor hem, Eric Bristow, in de finale van het WK. Daarna is hij verder gegaan bij Sky als analist, als spotter. Maar een groots man. Heel veel betekend voor de dartsport. Een van de oprichters ook van de PDC. Ja. Dus hoort absoluut thuis in onze Wall of Fame. En omdat in onze Wall of Fame iedereen gelijk is, hoe hoog je hangt maakt eigenlijk niet uit, hang ik hem naast zijn grote rivaal, naast Jockey Wilson. Dan mist alleen nog Lowe, hè? John Lowe. Die komt er nog wel bij. Dat denk ik ook. Ja, dit is toch... Ja, grootste der grootste. Ja, dit kunnen we kort over zijn. In het bovensegment. Gaan we naar de prijsvraag, Sjaak? Yes, die gaan we ook nog een keertje doen. Te winnen, een retro-shirt van ons showtje. En de prijsvraag is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben de Premier League finale aankomende donderdag. Hoeveel 180'ers zijn er in totaal in alle Premier League finales bij elkaar opgeteld gegooid? Dat is niet normaal. Dat is alsof er zo'n pot staat met snoepjes en dat je moet raden hoeveel erin zit. Ja, we moeten iedereen een beetje kans geven. Overigens, als je zo'n shirt al hebt gewonnen, vinden we het nog steeds leuk als je meedoet. Maar 3 maanden nadat je vorige hebt gewonnen, kan je niet nog uit. Anders krijg je mensen die hebben kledingkast vol met die dingen dadelijk. Snel door naar 1 kijkersvraag. Dat is van Jeroen Biesem. Okay. Gaat de PDC ooit nog iets anders doen dan wedstrijden 501?
Waar is bijvoorbeeld het quadruple board gebleven? Moet volgens Sjaak zijn het quadro board. Precies. Komt toch wel van de quadruple, of niet? Ja, daar heeft het wel mee te maken. Double, triple, quadruple. Weet je wie we dat beter uit kunnen laten leggen? Nee. Dr. Darts. Goed idee. The next stage in the development of the dartboard was undertaken by Harrows. In 1992 they launched the Quadro 240, and this featured a quadruple ring, a ring worth four times the value of the segment. And although this did prove popular and was used in a number of tournaments, it did not prove popular with either the professional dart players or the, for want of a better word, the ordinary darts fan. Mainly because the actual inclusion of a quadruple ring brought the, what was usually 180 as a maximum score, hitting three darts here, was 240. And it caused all sorts of confusion because professional and ordinary dart players alike were used to and recognized certain finishes. They had them inside their heads, they've been there for years. With the introduction of this quadruple ring, it introduced so many more combinations that the majority of dart players couldn't handle it. Dr. Darts, ook ons inmiddels gewoon vaste medewerker van deze show. Bijna dat wel, mooi. We betalen er gewoon weinig voor. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Hey, ik zie op die wezenloos grote klok voor jou, als het tijd is voor de nieuws. Een bakje mee, hè? De newsroom. Daar gaat Sjaak nu naartoe. Ik ben benieuwd waar hij deze keer allemaal weer meekomt. In het kort dus weer het nieuws van deze week. We hadden het al eerder gezegd. Raymond van Barneveld, Danny Noppert en Vincent van der Voorst plaatsen zich allemaal voor de Dutch Darts Masters van het aankomend weekend in Zwolle in de IJsselhallen. Jermaine Wathimena is geplaatste speler daar. Michael van Gerwen is ook een geplaatste speler daar. Dat betekent vijf Nederlanders. Daar komen nog vier Nederlandse qualifiers bij. Dus genoeg Nederlanders in actie op het podium daar. Van der Voort plaatst zich overigens ook voor het Deense Open. Afgelopen weekend waren er weer Players Championships. Geen van Gerwen als winnaar deze keer. Wel Glenn Durrant. Hij wint weer. Dat is toch wel knap. Zijn tweede zege al dit jaar. En Harry Ward. Big Age. Hij wint zijn eerste Pro Tour ooit. Verslaat in de finale Max Hopp. Hadden we ook weer een negendarter natuurlijk. Want wat is het weekend zonder een negendarter? Robert Thornton gooide er eentje op Players Championship 16. En ook Dave Chisnell gooide er eentje een dag eerder. De Polish Open hebben we besproken met Toon Gebe. Dag later, Polish Masters. Daar was Toon Gebe de runner-up. Hij verloor daar de finale van Mark Blandford. Bent u weer helemaal bijgepraat. Tot volgende week. Tot zover mijn grote vriend Sjaak Nieuwlaat vanuit de newsroom. Met die intelligente bril op. Het is toch ook wat, hè, met die Sjaak Nieuwlaat, niet te geloven. We hebben het aan het eind van deze show nog even over Daryl Gurney. Je weet wel, die best bereid is om een beetje te knokken met deze of gene op het podium. Maar hij heeft gewoon een heel goed hart. Kijk maar mee. Tot volgende week. How's it going now, young man? Yeah, you. You look better in my shirt than I do. Yeah. Nice, thanks. Yeah. There you go, you've got tickets for the night too. Oh, cheers. Yes. No problem. So hopefully you're going to be shouting and roaring for me, eh? Oh, he's going to be loud. Yeah. I am. Well, no problem. Well, you're going to be shouting loud for me? Am I going to deal? I'm going to try and win anyway. Okay. All right. Good. Good.